Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Woning, Keukens en Badkamers. Het is koers. 6 dagen lang top baanwielrennen vanuit Ahoy. Straks kijken we naar het belangrijkste onderdeel van de woning zesdaagse, de koppenkoers. Maar eerst zijn de ogen gericht op de nationale sportploeg van het jaar, de Nederlandse baansprinters. Ik ben Harilo Vrijsen, ik ben 21 jaar. Ik ben 3,5 jaar geleden overgestapt van BMX naar baanwielrennen. En ondertussen ben ik wereldkampioen teamsprint. Ik ben Niels van Hoenderdaal, 25 jaar. En ik ben de starter van de teamsprint waar we op dit moment wereldkampioen op zijn. Ik ben Jeffrey Hulman, ik ben 25 jaar, tweevoudig wereldkampioen en vijfvoudig Europees kampioen. En ja, we zijn hier aan de start van de zesdaagse en we gaan ons best doen. Zesdaagse is al hartstikke leuk om te rijden, heel veel entertainment. Maar ja, in zo'n wereldkampioen zijn val je extra op, dus dat is erg leuk. Ik vind het elke keer weer mooi als ik deze trui kan aantrekken. We rijden natuurlijk meer onderdelen, dus ik heb hem niet altijd aan. Maar als ik dan de teams ga rijden, dan zal ik even genieten. En voor ons heel leuk om eigenlijk te laten zien waar wij heel het jaar mee bezig zijn. En hier gewoon mooi met wedstrijdjes iets moois kunnen laten zien. En hopelijk maak ik ook reclame voor onszelf. Ik kom straks iedereen kijken naar het EK in Apeldoorn eind dit jaar. We staan hier gewoon fris en scherp en we willen hier zo goed mogelijk ritten rijden. Puur voor onze eigen ontwikkeling en voor uiteraard voor een fantastisch publiek. Het heeft gewoon een heel bijzondere sfeer hier. En we zijn los, John. De wereldkampioenen zijn vertrokken tegen de best van Europa. Er is natuurlijk één belangrijk doel voor jullie, hè? Het baanrecord. Of niet? Wat is het baanrecord nu? Ja, het baanrecord staat wel heel scherp. Het belangrijke doel voor nu is eigenlijk gewoon het klassement winnen en laten zien dat we wereldkampioenen zijn. We zijn niet met de tijd van Buchli bezig? Nou ja, op zich wel. Maar vooral zij. We zeggen van niet, maar dit is wel zo hoor. Ja, toch. Er staat best wel wat geld op als je die verbreekt. Dus ik ben benieuwd. Wat is de tijd nu? 10.03 geloof ik. Ja. Ja, dat wordt wordt onder de 10 hoop ik. Het is heel lastig op de 200 meter baan, maar we gaan ons best doen. Maar hij staat scherp onder de 10 seconden. Hoe hard ga je dan? Als je een 10-0 exact rijdt, dat is 72 gemiddeld. Dus dan doe dat maar in zo'n kleine bocht. Vrij lastig. Bizar toch? Ja, als je dan weer een keer in de auto zit, dan denk je, 72, dat moet je toch aardig, moet je aardig vertrappen. Ja. Maar dat is juist de kick ook, die snelheid denk ik toch? Ja, dat is wat baanrennen voor ons zo mooi maakt. De acceleratie, de topsnelheid. En dan helemaal hier in Rotterdam op deze kleine baan, dat alles aan je voorbij schiet. Het publiek hoor je schreeuwen en alles gaat super snel voorbij. En dan zit je alweer in het bochtje wat net voelt alsof je in de achtbaan zit. En dan op je fiets en ook nog eens zo moeten passeren. Dat is wel super gaaf. De winnaars van de Provato GPN Team Sprint, de wereldkampioenen Team Nederland. 6 keer komen de sprinters in actie op de openingsavond van de woning zesdaagse. Hier nemen de Nederlanders het op tegen hun uitdagers Levi, Babek en De Pauw. Wie komt er als eerst over de finish op het onderdeel Keirin? 8 ronden, volle bak. Harila Vrijzen hier in de achtervolging op Thomas Babek, de Tsjech. En hoeveel kruid zit er nog in de benen? La Vrijzen lanceert Niels van het Hoenderdaal en de wereldkampioenen winnen. Altijd een spectaculair onderdeel, de sprint. Even later rijdt Harry Lavrijze individueel de snelste ronde. 10.385 is zijn tijd. En aan het eind van de avond staat Lavrijze ook in de finale van de sprintheats. Het is een onderling duel met Maximilian Levy, de 31-jarige Duitser uit Berlijn. En die is snel. Het publiek gaat er goed voor zitten. De snelheid oppakken met Lavrijze. Dan moet hij dat gat nog dicht zien te rijden. Moet hij dat gat nog dicht zien te rijden? Gaat hij dat halen? Gaat hem eens naar Maximilian Levy! En zo gaan niet alle wedstrijden naar Oranje. Vanavond komt de sportploeg van het jaar weer in actie.
Een van de grote favorieten deze zesdaagse is natuurlijk Nicky Terpstra. Al 3 keer eerder won hij hier in Rotterdam. Alle keren met de Belg Io Keijzer aan zijn zijde. Deze editie vormt hij een koppel met de Fransman Thomas Boudat. Ook zijn teammaat bij zijn nieuwe ploeg Direct Energie. Hey, kijk, het is gewoon een hele goede baanrenner, Thomas Boudat. En toen ik eigenlijk wist dat ik met deze ploeg ging rijden, heb ik meteen Michael Sala gezegd van... Misschien is het wel leuk om meteen met een nieuwe ploegmaat uit te starten en goede banen. En ja, tot nu toe is die klik goed. Ja, merk je dat al gelijk, dat er een klik is tussen jullie? Ja, nee, hij is vooral heel snel en ik niet. Ik ben een diesel, dus punten pakken is voor mij moeilijk. Maar ja, als ik hem in een goede positie breng, kan hij de punten sprokkelen. En tot nu toe gaat dat hartstikke goed. We krijgen een nieuwe poging weg te komen. Dat is Nicky Terpstra zelf. Nicky Terpstra, de man van Vlaanderen, de man uit Bergen. Een laagvlieger, ontembare aanvalsdrift in 2018. Overwinning in Le Samijn, de E3-prijs. De Ronde van Vlaanderen, het wereldkampioenschap ploegentijdrit. En bovendien winnaar in Buchten, Marhezen, Emmen, Arnhem. En de tweede plaats in Parijs-Tours en Nederlands kampioenschap tijdrijden. En derde in Parijs-Roubaix. Hij heeft Boudat in de baan geslingerd. Het is natuurlijk 2 maanden rust in de winter, november en december. En dan, ja, dat train ik wel, maar dan wil ik even geen koers aan mijn hoofd hebben. Maar ja, nu januari, het seizoen begint in februari, dus het is een perfecte opstarter. Nieuwe poging, dames en heren, van Nicky Terpstra. Nicky Terpstra blijft altijd aanvallen. Een man van 75 kilo van 1,86 meter de lucht in, 34 jaar jong, deze Nicky Terpstra. Wat maakt het nou eigenlijk zo leuk dat jij hier elk jaar weer terugkomt om dit als, ja, zeg maar, de start van je seizoen te pakken? Het is een hele leuke afwisseling. Het spel is gewoon mooi. De snelheid, dat vooral. De snelheid die je op die fiets kan maken op zo'n baantje, dat is ongelooflijk. Het publiek leeft mee. Zo'n koppenkoers, ja, het is niet alleen hard fietsen, maar ook tactiek. En elkaar snelheid geven. Ja, al met al is het gewoon gaaf. Ja, je staat al op de boarding dit jaar. Wat denk je? Ik ga er wel voor, maar het is, ja, de concurrentie zit niet stil. Het zijn nog 5 avonden, er kan van alles gebeuren, maar we zijn in ieder geval lekker gestart. In het rennerskwartier maakt men zich op voor het belangrijkste onderdeel, de koppelkoers. En dat kan soms best lastig te volgen zijn. Daarom een korte uitleg wat de koppelkoers inhoudt. De koppelkoers is het zwaarste en belangrijkste onderdeel van de zesdaagse. De koppelkoers kan over meerdere afstanden gereden worden. Een bepaalde tijd plus een aantal slotronden met of zonder sprints. Beide renners van het koppel zijn in de baan en rijden als team deze pittige beproeving. 1 renner van het duo is in koers, terwijl zijn ploegmaat bovenin de piste op adem kan komen. Dan wisselen de renners van rol en gaat de coureur de strijd aan met zijn concurrenten. Allereerst zal een team aanvallen en proberen een ronde voorsprong te nemen op het peloton. Daarnaast kunnen er tijdens de koppelkoers punten gesprokkeld worden, waarbij 5, 3, 2 en 1 punt zijn te behalen. Elke 100 punten levert een bonusronde op. Winnaar is het koppel met de meeste rondes voorsprong. Mochten de teams in ronde gelijk staan, dan wordt naar de punten gekeken. En bij gelijke scoren is de slotsprint beslissend. 13 koppels verschijnen aan de start en er wordt direct keihard gereden. Vooral door de man die altijd wil aanvallen, Nicky Terpstra. Hij ontsnapt en lijkt weg te komen. Ontembare aanvalsdrift in 2018, overwinning in Le Samijn, de E3-prijs, de Ronde van Vlaanderen, het wereldkampioenschap ploegentijdrit. De Europese kampioenen De Keteren en Gijzer reageren niet, maar Terpstra en zijn maat Boudat worden uiteindelijk ingerekend door de Duitsers Grassmann en Reinhardt. Derde in Parijs-Roubaix. Niet veel later volgt de volgende poging van de Noord-Hollander, Terpstra. Hij gebruikt de 6 dagen als voorbereiding op het wegseizoen. Vorig jaar werd hij nog 3e in Parijs-Roubaix. Toen rijdend voor Quickstep, nu voor de pro-continental ploeg Direct Energie. Samen met de jonge Fransman Thomas Boudat. Hij is de snelle, Terpstra de diesel. In de poging om weg te komen. Wordt overgenomen door zijn maatje Thomas Boudat. Dus ook die gaan we zo meteen. Pim Ligthart is mee, samen met ons duo. Het Rijnmond-koppel Torres en Mora. En die 3 koppels pakken samen een ronde op het peloton. En daar komen de mannen. Daar komt Pimmetje Ligthart. En daar komen onze Spanjaarden.
En het peloton wordt geleid door de mannen uit. Dan denk je dat het klaar is met de dadendrang van Terpstra. Maar nee, weer zet hij aan. En het gaat hard. Meer dan 60 km per uur. En dit keer wel met succes. Het duurt lang, maar uiteindelijk ontsnapt hij aan de rest. Het gat met het peloton wordt kleiner en kleiner. Minder dan een penalty. Minder dan 8 meter. Nog 7 meter. Nog 6 meter. Nog 5 meter 23. En hij komt erbij. Hij komt erbij. Hij komt erbij. En de kapitein zit in de haven van Rotterdam. Die laat zich horen. Eén koppel aan de leiding. Buda Terpstra. Het levert uiteindelijk de eerste plaats in het algemeen klassement op. Voor de Spanjaarden, de Denen, de Polen en Ligthart en de Pauw. Een spectaculair begin dus van dag 1. Wat brengt de tweede dag? Dat zie je morgen opnieuw in Zesdaags TV. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door woning, keukens en badkamers.